We moeten het eens hebben over iets waar je in je geschiedenisboek maar weinig over leest. Drugs. Door alle onderschepte ladingen cocaïne, alle opgerolde drugslabs en het toenemende gebruik van harddrugs onder jongeren lijken drugsproblemen iets van de laatste tijd. Maar niets is minder waar. De mens gebruikt al duizenden jaren verdovende middelen om de gemoedstoestand te veranderen. Om pijn te stillen, een energiek gevoel te krijgen, om te ontspannen of als onderdeel van een godsdienstig ritueel. Drugs waren bovendien niet altijd en ook zeker niet overal illegaal. Daarom wil ik je in deze video graag iets vertellen over drugs in de 19e eeuw. Ik denk namelijk dat je aan de hand daarvan een heel goed idee kunt krijgen van hoe alle verschillende ontwikkelingen in die tijd met elkaar samenhangen. Wat ik ga doen is telkens het verband laten zien tussen drugs en een kenmerkend aspect van tijdvak 8. En voor degenen die geen geschiedenis hebben, kenmerkende aspecten beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen van een historische periode. Samen vormen ze eigenlijk een bescheiden samenvatting van een tijdvak. In deze video behandel ik 5 van de 6 kenmerkende aspecten van de tijd van burgers en stoommachines. In de 19e eeuw werden er in westerse landen ongelooflijk veel drugs gebruikt. Cocaïne en opium waren de 2 populairste drugs. Mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving gebruikten deze middelen puur of verdund met andere stofjes. Je zou kunnen zeggen dat daarvoor 3 belangrijke redenen waren. Ten eerste waren ook in de 19e eeuw drugs natuurlijk hartstikke verslavend. Ten tweede waren er vaak nog geen wetten die het produceren of het gebruiken van drugs illegaal maakten. En als derde reden zagen sommige mensen drugs als een manier om de menselijke soort en het dagelijks leven en de wereld te verbeteren. Dat had alles te maken met de vooruitgangsgedachte die nog uit de verlichting kwam, maar daarover later meer. Met name Duitse scheikundigen experimenteerden volop met allerlei nieuwe stofjes en recepten, soms gebaseerd op tropische planten. Morfine, heroïne, paracetamol, methamfetamine en talloze andere middelen kwamen in de 19e eeuw voor het eerst op de markt. Kijk maar hoe in de opkomende massamedia mensen werden doodgegooid met reclames voor allerlei nieuwe medicijnen en zogenaamde wondermiddeltjes. Maar laten we het eens hebben over de verbanden tussen de kenmerkende aspecten en drugs in de 19e eeuw. Laten we beginnen met de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie. In de 19e eeuw begonnen Europese mogendheden met de uitbreiding van hun koloniale wereldrijken. Grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika werden direct of indirect overheerst door Europese landen. Op bestuurlijk, economisch en cultureel vlak domineerde het Westen, profiterend van slavernij en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De industrialisatie gaf de Europese landen een enorme technologische voorsprong op de rest, waardoor ze in staat waren om minder ontwikkelde landen binnen te dringen en te overmeesteren. Maar welke rol speelde drugs hierbij? De planten waarmee je opium en cocaïne maakt, groeien van nature niet in Europa. De opiumpapaver groeit bijvoorbeeld het beste in Midden-Amerika, Centraal-Azië en het tropische gebied ten zuiden van China. En ook de coca-struik groeit het beste in het warme, vochtige klimaat rondom de evenaar. Tropische planten die al eeuwenlang door de inheemse bevolking als medicijn of genotsmiddel werden gebruikt, stonden aan de basis van synthetische drugs en medicijnen. Uit de koloniën werden allerlei grondstoffen gehaald die in Europa werden verwerkt tot eindproduct en vervolgens verhandeld over de hele wereld. De Britten smokkelden bijvoorbeeld illegaal opium van hun kolonie India naar China. Daardoor raakten miljoenen Chinezen verslaafd. Het land raakte steeds verder verzwakt en nadat de keizer van China de opdracht gaf om Britse opium te vernietigen, verklaarden de Britten de Chinezen de oorlog. Maar die oorlog was desastreus voor China. De Britten drongen na hun overwinning nog dieper het land binnen. En ook de Tweede Opiumoorlog, die nog geen 20 jaar daarna werd gevoerd, eindigde met zware vernederingen voor het Chinese keizerrijk. En de import van Britse opium naar China ging ondertussen onverminderd door. En in Nederlands-Indië, met name hier op het eiland Java, werden coca-plantages aangelegd. De bladeren van de coca-plant werden vanaf 1900 in de Nederlandse cocaïnefabriek te Amsterdam verwerkt tot cocaïne, die over de hele wereld werd verkocht. Zo verkocht Nederland in de Eerste Wereldoorlog aan alle strijdende partijen cocaïne. Want volgens een Duitse wetenschapper in die tijd maakte cocaïne van soldaten meedogenloze vechtmachines.
Britse soldaten kregen bijvoorbeeld pilletjes met de naam Forced March. Stilt de honger en verhoogt het uithoudingsvermogen. En je moest er eentje per uur nemen. En zie daar hoe drugs, het moderne imperialisme en de industrialisatie nauw met elkaar verweven zijn. En zo komen we ook te spreken over de industriële revolutie in de westerse wereld die de basis legde voor een industriële samenleving. Machines en fabrieken werden in de 19e eeuw een vast onderdeel van het dagelijks leven. Het leidde tot een gigantische schaalvergroting in de productie en het transport van zo'n beetje alle denkbare dingen. Van kleding tot wapens, tot medicijnen en drugs. Scheikundigen experimenteerden zoals gezegd volop met nieuwe stofjes en recepten, terwijl voedselproducenten opium en cocaïne in hun frisdranken en snoepjes gingen verwerken. Zo is de coca in Coca-Cola van oorsprong daadwerkelijk afkomstig van cocaïne. Tussen 1886 en 1903 zat er cocaïne in Coca-Cola. Het drankje was een non-alcoholisch alternatief voor de wereldberoemde Vin Mariani uit Frankrijk. Dat was een mixdrankje van cocaïne, suiker, rode wijn en brandewijn. In deze advertentie prijst niemand minder dan paus Leo XIII het cocaïnedrankje aan. Hij was een groot liefhebber, net als andere vooraanstaande figuren in die tijd, zoals de uitvinder Thomas Edison, koningin Victoria en de Amerikaanse president Ulysses S. Grant. Door de industriële revolutie ontstonden dus nieuwe industrieën voor voedsel en medicijnen, maar ook een industrie die die twee met elkaar combineerde. Drugs zijn ten derde ook onlosmakelijk verbonden met de discussie over de sociale kwestie. Want ook onder de werkende klasse was het gebruik van morfine, opium en cocaïne wijdverspreid. Moeders, die soms wel 14 uur per dag in de fabriek moesten werken, namen hun kleine baby mee en gaven het wat druppels opium, zodat het de hele dag vredig zou slapen. En wanneer kindjes hun eerste tandjes kregen, diende cocaïne als pijnstiller. Voor bijna elk kwaaltje werd een vorm van cocaïne of opium voorgeschreven. En je zou er zelfs van kunnen genezen van je alcoholverslaving. In de erbarmelijke omstandigheden, in de overvolle, smerige steden van de 19e eeuw, waar de arbeidersklasse leefde, waren zulke verdovende middelen ook een manier om snel en gemakkelijk het dagelijks leed te verzachten. Cafeïne, cocaïne, opium en andere nieuwe exotische middelen werden gezien als een deugdelijke concurrent voor de kwaadaardige alcohol, waarvan men al langer wist dat het zeer nadelige effecten had op de gezondheid. Men dacht dus dat deze drugs een oplossing zouden kunnen zijn voor de sociale kwestie. Het mogen duidelijk zijn dat het denken over drugs sterk is veranderd, net als wetgeving rondom verdovende middelen. Want de productie en de consumptie van drugs werd in de 19e eeuw, zoals ik al zei, niet beperkt door wetten en regels. Dat brengt ons bij de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen. Want het liberalisme heeft daarbij een hele belangrijke rol gespeeld. Volgens de liberalen, die in die tijd dominant waren, moest de overheid zich zo min mogelijk bemoeien met het handelen en het dagelijks leven van mensen en bedrijven. Dat betekende dat zowel de producenten als de gebruikers van verdovende middelen alle ruimte kregen om drugs te kopen en te verkopen. Daarnaast was uit de verlichting het vooruitgangsgeloof voortgekomen. Dat was de overtuiging dat de wereld een betere plek zou worden dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen. Wie weet konden drugs daar dus een handje bij helpen. Voor de wat meer welvarende burgers waren drugs een manier om op een spirituele reis te gaan. Iets wat we nu recreatief drugsgebruik zouden noemen. Op die manier zouden ze misschien wel tot nieuwe inzichten en ideeën kunnen komen waarmee ze de wereld zouden kunnen veranderen. Wat een optimisme. Maar niet iedereen moedigde het gebruik van drugs aan. Onder vrouwen was al langer een beweging gaande tegen drankmisbruik. Maar sommige feministen zetten zich in tegen het gebruik van alle verdovende middelen. Drugs en alcohol waren vaak een oorzaak van geweld tegen vrouwen door mannen, maar daarnaast waren er ook gezondheidsrisico's, met name voor zwangere vrouwen. En ten derde konden vrouwen die onder invloed waren of verslaafd raakten, niet meestrijden voor gelijke rechten. Vanuit het feminisme ontstonden zodoende bewegingen tegen drank- en drugsgebruik. En zo is er dus een heel duidelijk verband tussen het toenemende drugsgebruik in de 19e eeuw en de opkomst van emancipatiebewegingen. En zo vertellen drugs dus hun eigen verhaal over de 19e eeuw. Met name opium en cocaïne waren een vast onderdeel van het dagelijks leven. Maar ook van de internationale politiek, in wereldwijde handelsnetwerken en zelfs in de strijd van de feministen. Van de allerarmste arbeiders tot de koningin van Engeland, iedereen gebruikte drugs. Maar rond 1900 kreeg men steeds meer oog voor de nadelige effecten van langdurig drugsgebruik, zoals verslaving en gezondheidsrisico's.
Langzaam maar zeker kwam er meer regulering en wetgeving op het gebied van deze middelen. Het liberalisme werd ook minder populair. In plaats daarvan vonden steeds meer mensen dat de overheid ook de taak had om burgers te beschermen en voor te lichten met onderwijs. En dat leidde tot het begin van de eerste wetgeving tegen drugs. Nederland ondertekende in 1914 een internationaal verdrag dat aan de basis stond van de eerste opiumwet in 1919. En vanaf dat moment werden de productie, het gebruik en de handel in drugs sterk gereguleerd. En dat is de wereld waarin we nu nog steeds min of meer leven. Ik hoop dat dit verhaal over drugs in de 19e eeuw wat meer duidelijkheid heeft kunnen geven over hoe de verschillende kenmerkende aspecten van die tijd met elkaar samenhangen. Heel erg bedankt voor het kijken en we zien elkaar de volgende keer.